Welkom bij Cineton, ik ben Yannick en vandaag gaan we het hebben over de Admin DMS File Watcher. Dit is een heel interessant onderdeel van Admin DMS voor het bewaren van documenten. Ik ga jullie even uitleggen hoe dit juist in zijn werk gaat. Om de Admin DMS File Watcher op te starten, gaat men naar Help en dan start Admin DMS Directory Change Notifier. Wat deze File Watcher nu juist doet, is heel simpel. Hij gaat de locatie die je hier aanduidt bij Browse monitoren. Dat wil zeggen dat als er een wijziging gebeurt in deze map of een bestand wordt er ingesleept, dan gaat hij vragen of je dit bestand wilt bewaren in Admin DMS of niet. Als voorbeeld neem ik hier de PDF-bestanden. Ik klik op Start en we gaan eens even kijken wat er gebeurt als we daar een bestand inslepen. Voilà. Dan geeft hij de melding: willen we dit bewaren of niet? Als ik op Yes klik, dan krijg ik gewoon het scherm voor het bewaren van een document in Admin DMS. Hij gaat het ook doen als we bijvoorbeeld een PDF-bestand gaan bewaren op die locatie. Dus we gaan opstaan als, we selecteren ons pad en we bewaren het. Dan krijgen we direct de melding: wilt u het volgende document bewaren in Admin DMS of niet? Om de Admin DMS File Watcher te gaan beheren, kan je hier in je taakbalk rechtsklikken op het Admin DMS-icoontje. Hier krijgen we de optie om te gaan starten wanneer Windows ook start of de File Watcher te gaan afsluiten. Als we dubbel klikken op het icoontje, dan kunnen we het pad dat wordt gemonitord gaan wijzigen. We klikken dan op Stop, op Browse en we kiezen een andere locatie. En dan weer op Start. Zoals jullie hebben kunnen zien, is de File Watcher zeer interessant voor het bewaren van documenten in Admin DMS die zijn binnengekomen in de geselecteerde map. Ik hoop dat jullie hier iets uit geleerd hebben en tot de volgende keer.